De Nederlandse selectie heeft de spannende wedstrijd in de kwartfinale van WK Qatar tegen Argentinië vrijdagavond verloren na penalties. Nederland stond 2-0 achter, maar kon de score net voor het einde terugbrengen naar 2-2, waarna er een verlenging volgde. Deze eindigde ook in een gelijkspel waarna er penalties werden genomen. Een spannende reeks waarbij Virgil van Dijk en Steven Berghuis de eerste twee strafschoppen. Argentinië miste maar één keer via Enzo Fernandez. Daarmee eindigt de droom van Gaal en zijn groep om wereldkampioen te worden.